In deze video examen 2023 tijdvak 2 VWO wiskunde A en we doen vraag 17 en 18. En de London Eye, dat is een reuzenrad in Londen. En een toerist heeft een kaartje gekocht waarmee hij zelf een dagprogramma kan samenstellen. En zo'n dagprogramma bestaat uit een bezoek aan de London Eye en aan nog twee andere attracties. En die twee andere attracties mag hij kiezen uit 5 bekende attracties. En de toerist mag zelf bepalen in welke volgorde hij de 3 attracties bezoekt. En dan de vraag, bereken hoeveel verschillende dagprogramma's de toerist kan maken. Nou, die 3 attracties, daar staat eentje van vast, hè, en dat is de London Eye. En dan heb je nog 2 attracties om uit te kiezen. En die moet je uit 5 halen. Laten we zeggen A tot en met E. Dus aantal mogelijke combinaties voor die 2 attracties is dan... Hè, je hebt de keuze uit 5. En dan heb je nog de keuze uit 4. En dan kom je dus uit 20. Nou, de toerist mag zelf bepalen in welke volgorde hij de 3 attracties bezoekt. Hè, dus dat betekent dat de London Eye... En daar kun je ermee beginnen. En die kun je ook als tweede bezoeken of als derde. En dat zijn dus 3 mogelijkheden. En dan heb je nog de mogelijkheden van die 2 attracties. Dat zijn er 20. En dan kom je uit op 60 mogelijke dagprogramma's. Nou, de London Eye heeft 32 gondels waarin de bezoekers plaatsnemen. 1 rondgang van zo'n gondel duurt precies een half uur, 30 minuten. En dat is dus de periode. Nou, bij deze grafiek hoort de formule H is 75, hè, dat is dus je evenwichtstand. 60 is je amplitude. We hebben geen horizontale verschuiving. En die 0,209, hè, dat is dus, zegt iets over je periode. Hè, dus dat is 2 pi gedeeld door 30. En dan afgerond. Nou, H is de hoogte van de gondel boven de grond in meters. En T is de tijd in minuten. Met T is 0 om 11 uur 's ochtends. He, want je hebt dus geen horizontale verschuiving bij die sinusoïde. Maar deze grafiek hoort echter niet bij de gondel die zich om 11 uur bij het instapplatform in het laagste punt bevindt. En wij weten waar het laagste punt zit. He, want als je de evenwichtstand hebt en je haalt daar de amplitude van af, dan heb je dus de laagste stand. He. Dus je stapt in op 15 meter hoogte. De grafiek van de gondel die zich om 11 uur in het laagste punt bevindt, heeft een formule die bijna gelijk is aan die. Alleen nu hebben we dus een horizontale verschuiving. En wij moeten dus berekenen wat D is. Nou, dat is je evenwichtstand bij 75. En dan je laagste punt zit dan op 75 min 60 is 15. En je stapt dus in op dat laagste punt. Dus dat betekent dat ik een beetje... Ik kan er wel een sinusoïde bij tekenen. Dat ziet ook een beetje beter. Dus dat betekent dus eigenlijk dat je daar instapt. Maar ja, je weet ook, je formule, een sinusoïde, dat is stijgend door de evenwichtstand. Hè. Dus die moeten we hebben. En dat is een kwart periode verder. Dus, we weten de periode. Dus we gaan die vermenigvuldigen met 0,25. Dan kom je dus uit op 7,5. Je kunt het bijna aflezen, hè. Maar dat mag natuurlijk niet. Dus een mogelijke waarde van D is 7,5. Einde van deze video. Tot de volgende keer.